Ik ben Chris van Bouwwerken Meeuwissen en onze specialiteit zijn eigenlijk ruwbouw en betonwerken eigenlijk, grondwerken ook. En we doen zowel nieuwbouw als renovatie. We gebruiken een knikmos voor alles eigenlijk. Aanbrengen van bouwmaterialen, aanvullingswerken van grondwerken, loszaladen van materiaal, straat opkeren, een bouwterrein vrijmaken, het gras afmaaien, zodat we een beetje deftig op kunnen. Ja, alles. Voordien moesten we een beetje inventief zijn, eens kijken hoe we dat gingen oplossen. En deden we het wel eens met een kruiwagen of met de hand. Of moesten afspreken met een leverancier voor met de kraan eigenlijk en een vrachtwagen te komen. En nu is dat iets dat we beslissen op last minute van ah, kijk, pak hem even mee voor dit of dat. En dan blijft hij daar soms gewoon even staan ook voor alle werkzaamheden eigenlijk. De grootste voordelen van een knikmops, dat moet ik u niet vertellen, je spaart uw rug eigenlijk uit. Hè. Dus je kunt alles aanbrengen, aansleuren. Je spaart uzelf ook heel wat energie. Het maakt het werk veel fijner eigenlijk. Ze vechten niet van een kruiwagen te mogen gebruiken, maar voor deze wordt er wel eens... Dat doen ze met alle plezier, heel graag. En voor de straat af te keren, zoals ik al zei ook, dat is ook iets dat heel snel gebeurt. En dat gaat iedereen met alle plezier doen. Dus het maakt het werk ook veel plezanter. Telescoopfunctie. Je kunt materialen die iets verder weg staan opnemen. Als je een container moet vullen, dan kun je die ook over heel de container uitkappen eigenlijk, uitstorten. Hoger hanteerbaar, dus ja, het zou wel echt een gemis zijn. Hè. Het is een kleine, handige machine, stabiel. Soms denk ik wel van, ja, een zwaarder had handig geweest, maar deze is heel makkelijk in transport. En hij kan ook wel enorm veel hanteren eigenlijk. En als ik echt een zwaarder nodig heb, dan huur ik wel eens eentje bij. Maar... deze is wel heel handig voor ons. Het maakt het werk lichter. De snelheid in afbraakwerken. Ik heb echt zo offertes gemaakt ook voor iets dat ik een paar dagen voorzien had, die echt in één dag gewoon allemaal zijn uitgevoerd. En ik vind ook wel de herverkoopwaarde. Ik had laatst iemand, een voerder die ik ken, heeft hij al 20 jaar eigenlijk, een van de eerste. En hij zei ook, ja, dat is gewoon, dat verslijt niet. Dus, ik denk dat dat allemaal heel goede argumenten zijn om zeker in het te kopen. Eigenlijk. Jawel, absoluut.